aanstaande maandag, dan is de Miss Nederland verkiezing op televisie. En daar doet zowaar een Nijkerks aan mee. Dat is voor de eerst in de geschiedenis van de Miss Nederland verkiezingen. Dus die worden daarna al nooit meer zo leuk als dat ze dit jaar zijn. Deelnemster is Margo Hanekamp. En die staat hier bij mij met camera. Waarom, dat zullen we u zo meteen wel vertellen. Maar Margo, de eerste vraag is natuurlijk, wat trok jou aan om mee te doen? Nou, wat mij aantrok om mee te doen was eigenlijk, ik heb zo ontzettend veel leuke verhalen gehoord. En toen dacht ik van ja, weet je, ik ga me gewoon inschrijven en we zien wel waar het schip strandt. En uiteindelijk moet je natuurlijk wel een beetje een ding hebben waarom je meedoet. En ik wil heel graag een voorbeeld zijn voor jongere meiden. Dat ik hun kan inspireren met wie ik ben, hoe ik ben, misschien hoe ik eruit zie. Het is namelijk voor mij heel erg belangrijk dat er, dat wil ik duidelijk gaan maken. Van je bent nooit alleen en dat wil ik gaan duidelijk maken aan jongeren, meiden, misschien jongens. En dat is een beetje het standpunt dat ik ga bijdragen. En dus ook waarom ik mee ga doen, waarom ik meedoe aan Miss Nederland. Maar is dat zeg maar in de loop van de afgelopen maanden zo ontstaan? Of had je dat idee al eerder? Nee, dat idee heb ik nooit eerder gehad. Dat is echt ontstaan, ik denk misschien een half jaar voor de verkiezing. Dat ik met voorgaande missen in aanraking ben gekomen. En zij mij een beetje hebben gesupport van kom op, ga meedoen, het is leuk. En je leert heel veel, dus daar is het een beetje van gekomen eigenlijk. Het ging je ook, zei je net, om de ervaring op te doen. Welke ervaring is je van de afgelopen maanden zeg maar, het meeste bijgebleven? Nou, ik heb verschillende trainingen gehad, mediatrainingen, heel veel psychologische trainingen ook. En ik denk dat dat wel de meeste dingen zijn die mij zijn bijgebleven. En ik heb natuurlijk bijzonder veel leuke dingen gedaan. Ik ben naar premières geweest, televisieuitzendingen, televisieshows. Echt van alles hebben we meegemaakt. En je leert gewoon heel erg veel en dat is een hele mooie ervaring die je meeneemt. Nou, noem je alleen maar leuke dingen op, maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe ergens enorm van gebaald hebt. Nou, moeten we dat nou weer doen of daar heb ik helemaal geen zin in? En hoe gaat dat dan? Nou ja, voor mij geldt dat eigenlijk niet. Ik heb nooit echt ergens van gebaald, omdat het allemaal positieve dingen zijn die je meeneemt. En ik denk, mocht er een negatief iets zijn geweest, wat ik weg heb gestopt of iets, dat ik me daar zo overheen heb gezet om het positief te maken. Het is een ervaring die je meeneemt, het is iets heel bijzonders wat je meeneemt en daar kan je eigenlijk niet negatief over denken. Er zijn, je wil cameravrouw worden, daarom sta jij hier ook met een camera. Als je nou moet kiezen tussen cameravrouw of glamour girl, wat wil je dan worden? Ja, dat is een hele goede vrouw. Een hele goede vraag. Ik denk dat ik het voor nu zou kunnen combineren. Kijk, nu ligt mijn doel natuurlijk op Miss Nederland worden. Dus een beetje de glamour girl. Maar dit is niet iets wat je hele leven lang gaat doen. Mocht ik winnen, dan zal het een hele lange periode wel gebeuren. Mocht ik niet winnen, dan wil ik graag cameravrouw worden, ja. En heb je bij de cameravrouw nog een specialisme? Wil je gewoon meer camera? Wil je shows? Wil je voetballen? Wat wil je? En meer camera, sowieso. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk om te doen. Nou kan ik me ook voorstellen dat er een soort verschil is tussen een glamour girl is veel geld verdienen en cameravrouw toch een beetje in je gang gaan. Daar zit zeker een verschil in. Maar ik denk uiteindelijk dat je iets moet doen waar jij heel gelukkig en vrolijk van wordt. En dan maakt het niet uit hoeveel je verdient. De finale maandag, jullie komen op Facebook en op de website over als een groep hechte vriendinnen. Maar maandag zijn het natuurlijk allemaal krengen, behalve jij. We zijn ook echt wel een vriendinnengroep geworden hoor. Er is echt helemaal niks aan gelogen. En je bent op een soort manier toch wel van alle meiden gaan houden. Dus ja, gunt het iedereen ook. En het zal absoluut geen haren trekken, nagels bijten en dat soort dingen worden. Nee, het wordt gewoon heel bijzonder en iedereen gunt het elkaar. En iedereen denkt die wint. Ja, sowieso. Iedereen wil winnen, dus iedereen denkt dat hij wint. Maar als je niet positief denkt, dan zal het ook niet lukken. Dus je moet gewoon positief blijven en alleen dat zal je helpen. Ik wil wat met jou afspreken. Als jij wint maandag, dan zou ik het heel leuk vinden als jij op 14 september 's morgens om 8 uur het derde glazen huis komt openen. Dat lijkt mij ontzettend leuk om te doen. Als dat mocht ik winnen en het kan geregeld worden met de Miss Nederland organisatie, dan zou ik heel graag het glazen huis willen openen. Dat triggert mij naar iets anders. Mocht dat geregeld worden met de Miss Nederland organisatie, hoe erg zit jij in de klem? Ik denk dat ik best wel vrij ben in wat ik zou willen doen. Maar alles
Alles is bespreekbaar en mocht ik het ergens niet mee eens zijn, dan zien we hoe het loopt. Mocht de organisatie het ergens niet mee eens zijn, dan wordt het ook besproken. Dus ik denk niet dat ik heel erg knel kom te zitten. Succes maandag. Dankjewel. Nou. Ik vergeet de hele tijd de camera te doen. Ja, maar toch maar.